11 kippen werden afgelopen zaterdag gedumpt bij een kinderboerderij in Hengelo, maar die kan niet voor ze zorgen. Ja, de cultuur van de piratenmuziek is nu officieel immaterieel erfgoed. En welke gevolgen heeft dat? We brengen je de laatste corona-gerelateerde updates uit Twente. En de voetbalclub De Tubantes uit Enschede legt uit wat hun deelname aan het project Kracht van Verenigingen betekent. Het is donderdag 15 juli, dit is 1 Twente Vandaag. 1 Twente. 1 Twente Vandaag. Merle van Bentum was jarenlang de beste en bekendste BMX'er uit Twente. In 2010 werd ze als junior wereldkampioen. En later stond ze bij de elite-rijders meermalen op het podium tijdens grote toernooien. Maar even vaak gooide zware blessures roet in het eten. Aan de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro bewaart ze dubbele herinneringen. Maar voor die van 2012 wist ze zich niet te plaatsen. En afgelopen mei bleek ze net niet goed genoeg voor plaatsing voor de Spelen eind deze maand in Tokio. Eerder maakte ze al bekend de BMX aan de wilgen te hangen. Maar vandaag heeft ze ook goed nieuws te melden. Merle, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Leuk dat je er bent. De afgelopen twee maanden waren niet de leukste van je leven, denk ik, hè? Nee, zeker niet. Het was natuurlijk best een klap dat ik me niet geplaatst had voor de Spelen voor Tokio. En ja, het is toch iets waar je jarenlang naartoe werkt. En wat je net al zei, veel blessures gehad. En dat was nog mijn enige doel. Mijn grootste doel om daar nog te schitteren. Alleen, dat viel in duigen. Ja. En dan ga je nadenken, what's next? En ik heb dus heel mijn leven, niet heel mijn leven, maar eigenlijk sinds het moment dat Willy Canes is gaan baanwielrennen, heb ik ook altijd zoiets gehad van, joh, dat wil ik ook. Oké, daar komen we zo meteen misschien nog even op wat je dan gaat doen. Want we hebben nog een hoofdstuk BMX dat we nog even toch met elkaar willen bespreken. Want zoals bijvoorbeeld nu, hè, dan heb je dan in zo'n wereldbekerwedstrijd, dan uiteindelijk weet je niet te plaatsen. Ja. Ik geloof dat Merel Smulders uiteindelijk zeg maar net iets beter was, soort van jouw plek innam. Mag ik dat zo zien of niet? Nou we zaten nog met 2 of 3 meiden te strijden om die laatste kwalificatieplek. En het hing allemaal van 1 wedstrijdweekend af. En ik reed heel slecht en Merel reed heel goed. En die heeft zich zo geplaatst. Wat betekent dat dan dat zij beter rijdt? Want heel veel mensen, kijk, als ik denk aan BMX'en, voordat ik had gezien wat jullie doen, denk ik aan die jongens met die stangetjes aan hun fiets en die op een soort van grindbuis of weet ik veel wat. Maar wat jullie doen is iets anders, hè? Ja, wat wij doen is heel wat anders eigenlijk. Wij als racers, wij kunnen geen stunts, wat jij bedoelt. Wij starten op een startheuvel van 8 meter hoog. En crossen met 8 meiden naar beneden. En wie als eerste over de finish is, heeft gewonnen. Ja, en dan ga je over allerlei heuvels. Maar je zegt, we stunten niet. Maar in principe, je springt soms hoeveel meter door de lucht? Ja, de eerste bult is vaak zo 11, 12 meter. Dus dat is een behoorlijk gat. Dus maar er zijn ook wat kleinere bulten tussen. Maar het varieert heel erg. En dat maakt het ook wel zo leuk. En wat maakt het dan dat bijvoorbeeld die afgelopen mei, dat je uiteindelijk dat het je niet lukt? Zeg maar. Is dat meer een soort van geluk dan wijsheid? Of wat maakt een BMX zo goed? Of wat minder? Ik denk vooral het mentale aspect. Kijk, de toppers die gaan eigenlijk allemaal even hard. En het is eigenlijk wie blijft het coolste op de start als je tussen allemaal snelle meiden staat. Want je wordt gewoon aan de kant gebeukt. En ik was op dat moment niet mentaal de sterkste. En dan word je gelijk afgestraft. Ja. Want ze gaan echt, ze houden niet voor jou in. Ja, wat aan de kant gebeukt, dat is niet licht bedoeld. Hè? Want ik bedoel, ik heb het wel eens gezien. Daar gaat helemaal nergens over wat jullie doen eigenlijk. Zeg maar, dat is een soort van wie het eerst over de finish komt. En daar moet iedereen en alles voor wijken. Je wordt gewoon in de lucht gewoon aan de kant gezet, toch? Ja, dat klopt. Ja, kijk, als je op een vlak stuk aan de kant wordt gebeukt, dat is dan nog oké. Maar als je in de lucht geraakt wordt door iemand anders, dan ben je gewoon de sjaak. Zijn er geen regels? Dat is echt al genoeg, denk ik. Er zijn regels. Het is niet dat jij iemand echt opzettelijk van de fiets af mag beuken, maar je mag wel je positie verdedigen.
En als dat inhoudt de elleboog ervoor bij de ander of net even een klein tikje geven, ja, dat mag zeker wel. Het is gewoon, ja, wie het eerst remt, ja, die is de sjaak. Ja, wat doet dat eigenlijk met een band tussen BMX'ers buiten de baan? Zeg maar, heb je dan een soort van soms rivaliteit? Of is het juist van omdat je met elkaar door dik en dun gaat op zo'n baan, dat het echt heel dik klikt? Nee, ja, op de baan zijn we gewoon vijanden van elkaar. Dan laten we niks van elkaar over. Dat snap ik. Maar, dat zie je ook. Ja. Maar ja, buiten het BMX'en om, ja, dat zijn we echt wel goede vrienden. En ik denk dat het BMX ook echt wel een beetje het imago heeft van, ja, we zijn chill. En, maar ja, zo zijn we ook echt. En natuurlijk zijn er altijd wel mensen die je niet helemaal mag. Maar goed, dat hou je altijd. Maar heb jij een steekje los als BMX'er of niet? Als je ernaar kijkt, denk je dat wat ik zeg, dat gaat nergens over wat jullie doen. Zeg maar, denk je niet van tevoren soms, oh, daar ga ik weer? Of heb je er echt zin in als je zo'n wedstrijd begint? Nee, ja, als ik daar sta, ja, dan ga ik er gewoon 100% voor. En dan denk je niet na over, ja, wat er kan gebeuren. Maar heb je dat verder in het leven ook? Dat je vrij angstloos door het leven gaat? Gewoon van, ja, we zien het wel. Want ik zou het echt doodeng vinden wat jij doet, denk ik. Ja, in het normale leven ook wel een beetje. Ja. En, op de baan, ja, dat... We hebben wel een draadje los, denk ik zo. Kijk, voor ons is het heel normaal. Maar als je buitenstaanders hoort, ja, die denken ook van, ja, die zijn knettergek. Ja, die, ja. Maar goed, dat is wel het mooie van de sport. En, waarom ga je stoppen eigenlijk? Ik ga stoppen omdat toch wel een beetje het risico van het BMX. Ik heb behoorlijk wat blessures gehad en... Het is gewoon mooi geweest. En kwam iets nieuws op mijn pad. Dus, Wat is de heftigste blessure die je ooit hebt gehad? Heftigste. Ja, ik denk in 2017 mijn knie. Die heb ik eigenlijk helemaal kapot gehad eigenlijk. Ik had alleen mijn achterste kruisband en mijn buitenband wat nog heel was. De rest was allemaal kapot, zeg maar. Oké, dat was nog heel en de rest was kapot. Ja, ja. Dat is wat makkelijker zeggen. Ja. Daar heb ik 14 maanden voor gerevalideerd. En dat was wel heftig. In 2016 deed je mee in Rio de Janeiro. Je hebt ook een plaatje meegenomen. Er staat voor jou een camera heel even om daar dat in herinnering te roepen. Je hebt overigens ook een helm bij je die laat zien hoe goed je beschermd moet zijn. Die zien we nu ook nog niet. Misschien zou je hem heel even kunnen optillen. Dit is wat jij draagt tijdens zo'n wedstrijd. Ja, het is zeker belangrijk om je kop goed te beschermen. Je hoofd goed te beschermen. Het is een motocross helm. Ja. Je hebt wel speciale BMX-helmen, maar ja, ik vind het gewoon belangrijk om je hoofd goed te beschermen. En dan liever een motocross-helm die iets zwaarder is dan een BMX-helm. Dan, Precies, ja. Je wordt er niet kopzwaar van. Het ding valt wel mee hoe zwaar het is. Het ziet heel groot uit, maar het... Ja, het is wel wat zwaarder dan een... Je merkt het wel, hoor. Je moet er wel even aan wennen, maar het is liever iets zwaarder dan je kop kapot. En... Mm-hmm. Ja. Je noemt het al even. Je gaat een switch maken. Ja. En je blijft op de fiets zitten. Maar dus blijkbaar op een plek waar jij zegt... Nou, volgens mij is dat iets veiliger. Mijn lichaam dat hij iets minder snel kapot gaat. Ja, klopt. Ik ga baanwielrennen. Ik probeer de overstap te maken om daar ook uiteindelijk op de Spelen terecht te komen. In 2024 in Parijs. En dat is mijn doel. En... het is iets minder gevaarlijk, wat je al zegt. Het zit er natuurlijk nog steeds wel risico's aan. Want ja, je gaat echt knijtershard op zo'n baan. Ja, dat is even zo'n schuine arena, toch? Moet ik dan voor me zien. Ja, dat je rondjes gaat. En ik wil me gaan focussen op de teamsprint. En, wat is dat voor afdeling? Wat is dat voor onderdeel, teamsprint? Valt onder de sprintcategorie. Het is... Je start met drie vrouwen. Je gaat met z'n drieën achter elkaar. Mm-hmm. En elke ronde gaat de voorste van kop af. En die gaat dan de baan uit. En dan, ja, wie als snel... Of ja, je moet zorgen dat je zo snel mogelijk over de finish bent. Ja,
Maar ja. Ik denk dat als een gemiddeld persoon zou zeggen, ja, over 3 jaar wil ik op de Olympische Spelen staan, zou je zeggen, ja, oké, leuk voor je. Maar wat zijn jouw kansen? Want je weet hoe een fiets eruit ziet, zeg maar. Ja, wij hebben als BMX'er natuurlijk heel veel fietsgevoel. Dat zie je ook wel aan wat, ja, wegwielrenners, veldrijders. Wij als BMX'ers zijn heel allround, dus wij kunnen goed met de fiets omgaan. Dat werkt zeker in mijn voordeel. En wij zijn heel krachtig en explosief. En dat zijn wel de voorwaarden die je moet hebben als baanwielrenner. En ik ben niet de eerste die de stap maakt. Van BMX naar baanwielrennen. Ja. Wie ging je hiervoor? Nou, eigenlijk de eerste was Willy Canes, wat ik net ook al over had. Die, ja. Die is in 2007 volgens mij overgestapt. En toen was er een tijdje geen BMX'ers die aan baanwielrennen deden. Toen kwamen Jeffrey Hoogland en Harry Lafrijze en Roy van den Berg. Die vormen nu de mannenteam sprint. En ja, die zijn gewoon, ja, werelds beste. Die zijn al 3 jaar achter elkaar wereldkampioen. En die kwamen ook vanuit het... Dat zijn allemaal BMX'ers. Dus BMX is best wel een goede eigenlijk soort van inleiding om uiteindelijk baanwielrenner te worden. Ja, zeker. Ja, wat ik net al zei, wij zijn heel krachtig en explosief. En dat heb je ook op de baan nodig. Ja, wij kunnen gewoon goed met de fiets omgaan. En, Kun je ook met, want je hebt natuurlijk, je hebt volgens mij iets zelfs een A-status in het BMX'en. Dus je hebt een soort van, ja, je hebt iets bereikt. Ja. Heb je daar nog wat aan in deze overstap? Nee, dat niet. Die A-status die komt te vervallen. Omdat het natuurlijk wel een hele nieuwe discipline is. Het is eigenlijk een compleet andere sport. Dus het zou niet eerlijk zijn dat die wordt overgezet. Dus ja, ik heb eigenlijk moet helemaal onderaan beginnen. Mm-hmm. En die vervalt dan. Dus, maar uiteindelijk mocht ik mezelf heel goed ontwikkelen. En ik kom daadwerkelijk in het team en ik doe aan de wedstrijden mee. En ik laat zien dat ik, of ja, wij laten zien dat wij top 8 zijn van de wereld. Ja, dan verdien je wel zo'n status. Want hoe werkt dat dan? Want jij kan nu gewoon zeggen van tegen de bond. Want het is dezelfde bond volgens mij. De BMX, ja, klopt, en deze baanwielrenbond. Ik wil die overstap maken. En dan moet je een soort van auditie doen of zo. Hoe werkt dat? Het scheelt natuurlijk wel dat we bij dezelfde bond zitten. Dus de connectie is er al. En en ze zijn ook gewoon op zoek naar mensen die voor de teamsprint willen gaan. Ja, en, ze waren wel blij eigenlijk met jouw boodschap bij de KNWU. Ja, klopt. Ja, dat, wat ik net al zei, er zijn veel BMX'ers al succesvol geworden op de baan. En hopelijk ben ik daar ook één van dadelijk. Wat vindt jouw omgeving eigenlijk van deze? Bijvoorbeeld je BMX-vrienden, zeg maar. Die zien in één keer Merle iets anders gaan doen. ze vinden het natuurlijk wel heel jammer. Het zijn natuurlijk allemaal best wel hecht. Ik heb ook echt superveel reacties gehad op mijn berichtje dat ik toen het bekend heb gemaakt dat ik ga stoppen. Maar ze snappen het allemaal wel. En ze vinden het allemaal hartstikke leuk dat ik deze stap ga nemen. En en ook wel begrijpelijk. Ook met mijn verleden door mijn blessures. Te veel, gebroken. Niet zeg maar te veel in het lichaam geknapt. Waardoor je dacht van, het moet maar een andere weg zijn. Is dat pijnlijk voor jezelf ook eigenlijk? Natuurlijk om echt de knoop door te hakken van ik stop met BMX'en, vond ik wel moeilijk. Maar ik heb het 24 jaar gedaan, dus... Vanaf je vierde, hè? Ja. Ongelooflijk, ja. Dus dat was wel lastig, maar die van binnen voelde het wel gewoon goed. Het was ook gewoon klaar en... Ga je ook nu... Wanneer zit je nog op de BMX in een wedstrijd in de komende tijd of helemaal niet meer? Nee, ik... ben echt per direct gestopt. Ik na die wedstrijd in Italië heb ik nog wel een paar keer ge-BMX'd en ook echt nog superveel lol gehad. En het is ook echt gewoon een mooie sport. Maar echt op wedstrijdniveau is het gewoon klaar. Waar kijk je met het meeste goede herinnering op terug? Je BMX-carrière? Ja, ik denk dat het niet echt één herinnering is. Ik denk dat het gewoon echt heel het proces is geweest van
ja, van een klein BMX'tje naar Papendal verhuizen. Echt gewoon ja, heel je leven toewijden aan ja, mijn passie, het BMX'en. En ik denk dat dat het mooiste is ja, wat je kan doen. En ja, heel het proces eigenlijk, ja. Je woont al 13 jaar hè, daar in Arnhem, op Papendal. Ja, blijf je daar nu? Ik blijf daar nog steeds. De baanwielrenners die trainen ook in die omgeving. Dus ik kan daar mijn krachttraining blijven doen. Dus, wanneer is je weer eerste wedstrijd? Tot slot, je baanwielrennen. Wanneer ga je voor het eerst op de... Ja, dat hangt een beetje af van hoe ik mezelf ontwikkel. ja, weet je, het is net wat ik net al zei, een compleet andere sport eigenlijk. Dus ja, het is niet dat ik meteen al wedstrijden kan fietsen. Dat moet wel eerst goed genoeg zijn. Maar ik ga ook niet voor spek en bonen mee fietsen natuurlijk. Ja. Dus, ja, het doorzettingsvermogen, de motivatie en de kracht in je lichaam, die heb je in ieder geval. En ik ben ontzettend benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. Merle van Bentum, dank dat je er was. Dank voor je verhaal en succes met het baanwielrennen. Ja, dankjewel. Zometeen, de cultuur van de piratenmuziek is nu immaterieel erfgoed. En we zijn ook als podcast terug te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en iedere dag ook één item uitgelicht. 120. Ja, tijdens de zomerperiode worden veel dieren naar het asiel gebracht. Maar ook kippenboerderijen hebben hiermee te maken. Afgelopen zaterdag nog werden 11 kippen letterlijk over het hek gegooid bij de Hengeloze kinderboerderij Het Weusthag. De kinderboerderij kan niet voor ze zorgen. Kom jongen. Kom. Kom maar, kom. Afgelopen zaterdagmiddag zijn er 11 kippen gedumpt bij ons achter op de kinderboerderij. En daar zijn we natuurlijk niet zo blij mee. Nou, dit zijn de haantjes nog. Die worden van de week opgehaald. Die wit dat ook ziet met zware dingen. Als je erop kijkt, die veren zijn helemaal slecht. Ze zijn slecht op de rug gekomen. De poorten, deze gaat nog. En die andere die nu zit, die heeft allemaal koudpoorten. Ja, ja, veel ongedierte bij zich. Dat krijgen we dan ook weer zomaar hier. Dus dat is eigenlijk ook het grootste probleem, het spul wat ze overbrengen. Ja. Kan het ook voor ons betekenen dat we, ja, dat ze ziektes meebrengen, dat ze onze dieren in gevaar brengen. En zo ga je gewoon niet met dieren om. Dit zijn wel dieren die allemaal bij elkaar gezeten hebben. Ik denk dat iemand of niet meer voor zorgen kon. Of er waren heel veel haantjes bij, dus die waren ook allemaal over. Dus ik denk dat ze dat gewoon niet durven om daarmee af te werken zoals dat vroeger gebeurde, zeg maar. Vroeger ging gewoon een heel deel van de haantjes voor de slacht gebruikt. Of die ging naar iemand die ze slachten. Dus en dat durven ze tegenwoordig niet meer. En is het al vaak gebeurd dat er ook gewoon dieren hier over het hek worden gegooid? Ja, ja, zeker. Veel te vaak. Ja. We hebben een paar jaar geleden ook een keer tijdens de vogelgriep heeft iemand ook iets van 14 haantjes hier over het hek gegooid. Daar is de dierenpolitie wel bij geweest. Die mensen zijn getraceerd. Want ik word elke dag wel gebeld van mensen die heb je nog een paar haantjes over, wil je die hebben? Ze zijn allemaal hartstikke mooi. Ze zijn ook hartstikke mooi. Maar goed, wij hebben ons spul allemaal vol. Onze hokken. Wij kunnen maar zoveel opnemen. Dus, ja. Ik denk dat mensen zich eerder moeten gaan bedenken voordat ze wat gaan doen. Dus leuke paar keukentjes, maar goed. Je moet wel weten waar je dan mee heen gaat als je te veel hebt. In deze tijd waar we nu in komen, heb ik echt regelmatig telefoontjes. Want ik heb nog een paar dieren en daar kan ik niet meer voor zorgen. En kun je dat met de meest gekke verhalen van dit of dat is er aan de hand. En, vaak heb ik dan altijd wel het idee dat er mensen zijn die vakantie willen. En gewoon geen plek hebben om iemand anders te vragen om te verzorgen of zo. Ja. En wat gaat er nu met de kippen gebeuren? Ik heb daar iemand voor en die gaat ze allemaal slachten. Ja. Ja, helaas. Maar we kunnen niet anders. Ik kan ze niet plaatsen. 120 vandaag.
Ja, mijlpaal voor de cultuur van de piratenmuziek. De piratencultuur is opgenomen in de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Daarmee komt die in een lijst met zo'n 185 gebruiken, tradities en ambachten, waar ook de woonwagencultuur en Koningsdag op prijken. Het is het resultaat van acties door Stichting Piratencultuur, die strijdt voor waardering en behoud van die traditie. Straks praten we met die stichting, maar eerst om even in de stemming te komen, een stukje uit de reportage die RTV Oost onlangs maakte bij de zendpiraten van de bende Oetwente. Dus de Amadeus luisteraars, bijzonder goedemiddag toegewenst. Dit is aan de band hier, de zender Bord FM alias bende Oetwente. Spanning, de echte ouderwetse muziek en de gezelligheid onderling. Dat is echt wel het leukste ervan. Voor de telefonische reacties 06 33 24 42 42. Alles in weggedraaid, tweemaal verticaal vanaf de locatie Enschede natuurlijk. Voor de groetjes, bezoekjes, telefonische reactie 06 33 24 42 42. Ik ben nu bij Studio 1, live vanuit Enschede bij de bende Oetwente. Tevens zijn we nu ook live aan het draaien. Dus de luisteraars, nou amateurs, een bijzonder goedemiddag. Dit is een aan de band hier, de Bord FM. Alles in gepresenteerd middels de 97.6. Wat nou is, is piraterij, zeg maar. Echte piratenmuziek op de illegale manier. Ja, dat is gewoon een frequentie pakken en dan gewoon knallen, zeg maar. Met zoveel vermogen als je kan. We zijn hier dus nu aan het uitzenden. Ja, hij heeft hier al aardig wat muziek er al in gezet. Dus we kunnen dat af en toe een keer weglopen naar de wc toe en alles. Dat loopt automatisch door. Ja, een mengpaneel. Dat alles een beetje niet eroverheen knalt, zeg maar. Dat het wel netjes blijft draaien. De zenders staan meestal her en der. We staan niet meestal op één locatie. En ja, die blijven ook meestal gewoon geheim. Ook voor andere groepen onderling. Dat wordt niet echt snel uitgewisseld. Is er ook een soort strijd dan daarin? Ja, natuurlijk. Hoe hoger, hoe gekker. En hoogspanningsmasten en alles, dat is wel een strijd. We draaien vanuit hier, mooi omcirkeld. En we zijn hier gekomen, net voorbij Hardenberg. Ja, ik weet niet precies wat hier maar ligt. We geven het aan met van die prikketjes. En het verste wat we hebben ontvangen, want dan kreeg je een sms'je van je bent goed op de band, omgeving Groningen. En dan sturen ze dus de plaatsnaam erbij. En dan prikken we dat hier erop, van of alles goed werkt en of het daar ook goed overkomt. Hebben jullie daar ook een soort doel in, van nou, we willen minimaal tot daar komen? Of, Landelijke dekking. Ja. Ja, je zag een stukje van de cultuur en hoorde dat die nu dus wordt bestempeld als immaterieel erfgoed. Mede daarvoor gestreden heeft Jimme Noordkamp, secretaris van Stichting Piratencultuur. Jimme, goedemiddag. Goedemiddag. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. We zijn er blij mee. Ja, dat geloof ik. Wat betekent het nou eigenlijk dat deze cultuur immaterieel erfgoed is, officieel? Ja, het is een erkenning in een bepaalde zin. Want als immaterieel erfgoed wordt het erkend. Maar wat het ook concreet betekent daarnaast is dat er nu ook plannen zijn om dat erfgoed te borgen voor de toekomst. En dan worden we daar ook bij geholpen. Dus dat is nu... Maar te borgen voor de toekomst, dat betekent dat er geholpen wordt dat de cultuur nooit verdwijnt. Nou ja, in hoeverre je dat kunt tegenhouden, gaan we dat proberen inderdaad. Ja, ja. Dus dat worden dan ook concrete acties worden daarop bedacht, hoe we dat dus ook, wat ik zeg, kunnen borgen en aan de jeugd kunnen meegeven, kunnen overdragen op de nieuwe generaties. Ja, ik heb daar nog wel wat vragen over in die zin dat het staat expliciet ook door het kenniscentrum dat de lijst beheert bij. Het gaat niet over illegale activiteiten, maar daar kom ik zo meteen nog wel even op. Allereerst, waarom hebben ze eigenlijk jullie, of deze cultuur, die piratencultuur toegevoegd? Weet je dat? Nou, het is niet zo dat hun daar zelf culturen voor aanwijzen. Want dat zou betekenen dat het van bovenaf bepaald wordt wat een cultureel of immaterieel erfgoed is. Het is eigenlijk van onderop gebeurd dat. Dus als je met een paar mensen denkt en vindt van nou ja goed, dit zou geborgd moeten worden voor de toekomst als cultureel immaterieel erfgoed. Mm-hmm. Dan kun je daarvoor aanmelden. Dat gebeurt bij best wel veel culturen. Ja. En vervolgens wordt dan later een soort van voorselectie gemaakt. En dan moet je een borgingsplan schrijven, et cetera. En dan kun je dus ook daadwerkelijk op die inventarislijst komen. Ja, precies. Maar goed, ze gaan niet elk wisselwasje wat wordt aangedragen op die lijst zetten. Het zijn er in totaal 100, nou, volgens mij 82 nu in die inventaris. Ja. Heb je een idee, hebben ze iets gezegd over van ja, piratencultuur is voor ons zodanig belangrijk dat hij de selectie haalt, om het zo maar te zeggen? Nou ja, het moet ook te borgen zijn. Er zijn natuurlijk ook zaken wat niet te borgen is. En je moet ook mensen hebben wie het willen borgen. Ja. Het is erfgoed wanneer ook mensen daar hun identiteit aan ontlenen. Ik denk dat dat de basis is.
de identiteit zelfs. Geldt dat ook voor jou zelf? Wat heb jij zelf met die cultuur en met die muziek? Nou, ik sluit net de geheime zender af. Dus ik ben zelf een vet luisteraar. En ook, nou ja, bijvoorbeeld, Janus is misschien nu geen piraat meer. Maar natuurlijk, hij blijft altijd wel de koning der piraten. Daar ben ik een groot fan van. Dus het is, ja, zelf luister ik eigenlijk niet anders. En ja, ik denk wel dat het je identiteit bepaalt. Omdat je naar muziek luistert wat niet mainstream is. Wat niet dagelijks gedraaid wordt bij Q Music, maar ook niet bij 120. En ik denk dat het ook wel je karakter, misschien wel je identiteit vormt. En dat je ook mensen, andere piraten, maar dan merk je ook wel snel een soort van herkenning onder elkaar. Ja, ja. Om het even wat te kaderen. Het gaat niet alleen over de muziek. Het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed die zegt, de cultuur van de piratenmuziek bestaat uit de legale activiteiten die in het verleden vanuit de zendpiraterij zijn ontstaan. Het omvat zowel het draaien, het via internet uitzenden, het maken en zingen als het beluisteren van piratenmuziek. Wat ik daarin opvallend vind, is toch een beetje dat het bestaat uit de legale activiteiten. Met uitzondering van illegaal zenden is het dus. Maar dan denk ik, piraterij is toch per definitie illegaal? Nee, dat is niet. Ik vind het een terechte vraag die je stelt, maar dat is niet waar. Het is piraterij is dat je muziek uitzendt, wat dus, zoals ik zei, niet mainstream te beluisteren is. En dat is natuurlijk in de meeste gevallen gebeurt dat dus illegaal, ook zojuist van de reportage die jij hiervoor instapte. Ja. Maar het kan bijvoorbeeld ook, ik luister zelf naar meerdere piratenstations. Een daarvan is Radio Acacia vanuit Enschede bij jullie. en die zenden uit vanuit een internetstation. En dat is niet illegaal, dat is legaal. Ja, ja. Maar het is dus niet zo. Ja, dat zal misschien per persoon verschillen, maar dat de charme van piratenmuziek juist is dat je die FM-frequentie van een ander jat, zeg maar. En dat je gewoon eventjes tussen de regels door gewoon je piratenmuziek pompt. Nou ja, het is zoals je zegt, het zal per persoon verschillend zijn. Maar kijk, we kunnen er ook wel lang over praten, maar het verhaal is ook dat illegale activiteiten kun je niet, daar kan zo'n kenniscentrum natuurlijk niet gaan borgen. Ja, precies, ja. Nee, en even over dat borgen gesproken, hè? Want daar zijn jullie als stichting ook nog wel gaan jullie mee bezig. Wat houdt dat dan heel concreet in? Wat voor activiteiten gaan jullie ontplooien om te zorgen dat die piratenmuziek voor immer blijft bestaan? Ja, precies. Nee, het is die stichting die is juist ook daarvoor opgericht. Maar dat is ook een vraag, volgens mij, wie je nog gaat stellen, van dat het best wel snel is dat die stichting is opgericht en dat het nu al wordt opgenomen. Maar die stichting heeft ook als doel om die borgingsacties uit te gaan voeren. Nou, dan zou je kunnen denken aan een stukje archief. Want je hebt natuurlijk heel veel verschillende. Ja, dat kan zijn foto's, dat kan zijn platen of andere zaken wat bewaard zou kunnen worden voor de toekomst. Nou, daar proberen we een rol in te spelen. Mm-hmm. Het is ook een stukje voorlichting, denk ik. Omdat je ook heel veel gemeentes hebt die eigenlijk niet goed weten wat ze ermee aan moeten. Waardoor dus ook kansen niet worden benut ten goede van de piratencultuur. Nou, daar kunnen we een rol in spelen. Maar waar we ook mee bezig willen is voorlichting aan middelbare scholen. Om ook de jeugd daarmee in aanraking te laten komen. Moet het zwarte randje er dan ook een beetje af, zeg maar? Het randje van wat het illegale karakter eraan. Want dat maakt denk ik ook dat sommige gemeenten het een beetje eng vinden. Hè? Zo van mensen dat ze denken van ja, dat mag eigenlijk niet. Moeten we piratenmuziek meer los van die illegale activiteiten gaan zien steeds meer? Ja, kijk, je zult het toch altijd houden. Maar als je bijvoorbeeld op een dorpsfeest of wat dan ook. Nou, dat hoeft niet illegaal te gebeuren. Dat kan ook legaal met op een vergunning, op een tijdelijke vergunning. Ja, precies. Alleen omdat er heel veel onduidelijkheid over is, wordt dat vaak bij voorbaat al afgekapt. Dus ik weet niet of dat volledig jouw vraag beantwoord. En ja, en we hebben natuurlijk zelf ook wel een persoonlijke mening over het illegale verhaal. Maar vanuit die stichting en nu ook dat het immaterieel erfgoed is. Ja goed, wat ik zeg, daar kun je geen illegale activiteiten, kun je daar niet gaan borgen. Je bent zelf een PvdA, hè? En twee medestrijders voor de erkende status, zeg maar, die zijn dat ook. En dat is geen toeval, toch? Ik weet niet of het toeval. Ja, dat is geen toeval. We hebben elkaar wel bewust opgezocht. Omdat we binnen de partij heb je contact met elkaar. En dan weet je ook van, nou ja, goed, wie ook de piratenmuziek aanhangen en die cultuur een warm hart toedragen. En zo hebben we elkaar opgezocht. En ja, en het is ook wel grappig als je dan ziet dat er ook best wel veel historie is tussen de piratencultuur en de arbeidersbeweging. Want de piratencultuur is eigenlijk ontstaan in de jaren 30 van de vorige eeuw in Almelo. Dus ook in Twente. Daar ben ik dan ook wel toch wel enigszins trots op. Ja, dat wist ik helemaal niet. Daar werden ook, zeg maar, de arbeidersliederen, denk aan de internationale. Dat was een strijd die van de SDAP, de voorloper van de Partij van de Arbeid. Ja. Die strijdliederen die werden niet op de Hilversumse radio gedraaid. Dat was ook in die tijd was dat niet mainstream.
En dan zocht ze toch kanaal om het uit te kunnen zenden. En dat was de eerste geheime zender. Dus dan ben ik ook wel weer trots op dat ik dan met drie erfgenamen, ook ja, vanuit de arbeidersbeweging, maar dat is gewoon de tijd van arbeid, dat we dat kunnen voortzetten. De arbeiders vonden elkaar in de piratenfrequenties, zeg maar. Nou, daar konden de strijdliederen gedraaid worden, die ergens anders niet gedraaid konden en mochten worden. Oh, wat geinig zeg. En hoe is dat dan uiteindelijk? Ja, is dat nog steeds eigenlijk een beetje zo? Want als ik denk aan piratenmuziek, dan denk ik toch ook wel aan de volksbuurten. Dat zijn toch ook wel vaak de arbeiders die die muziek luisteren. Ik denk zelf ook dat je inderdaad dat verband nog wel kunt trekken. Dat klopt. Daar komt dat dus vandaan. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar dat is wel zo'n interessante geschiedenis, ja. Want je ziet het nou ook. Als ik dan zelf luister naar een Q Music of een 3FM. Ja, dan word ik zelf. Maar dat is puur persoonlijke smaak. Maar daar word ik niet gelukkig van. Dus je voor mij is het ook een prettige uitkomst. Dat je dan toch de geheime zenders hebt. Wie het toch wat meer. En dan wil ik niet alle andere radiomakers tekort. Maar wie het echt puur vanuit overtuiging doen. En vanuit passie en niet commercieel. Ja. En daardoor ook de platen kunnen draaien die op een commerciële zender niet gedraaid worden. Ik snap het. Die passie is belangrijk voor in die piratenmuziek. Die gaan zelfs zodanig dat ze de boete daarvoor zelf willen betalen. Ja. Ja. Ga je nog vieren vandaag, het succes? Nou, we zijn vandaag best wel druk met veel persdingen. Want het nieuws staat best... Ja, helaas hebben we vandaag ook anders spijtig nieuws doorgekregen. Ja. Van Peter de Vries en de problemen in Limburg. Maar toch is er ook best wel veel verzoeken ook vanuit de media om Jansen te woord te staan. Dus daar zijn we vandaag druk mee. Maar op korte termijn dan gaan we het met de piratencultuur, met de Stichting Piratencultuur, gaan we het zeker vieren. Veel plezier daarmee. En nogmaals gefeliciteerd met die mijlpaal dat de piratencultuur dus is toegevoegd als immaterieel erfgoed. Jimme Noordkamp, dankjewel. Ja, graag gedaan. Doei. Ja, zometeen voetbalclub De Tebantes in Enschede doet mee met het project De Kracht van Verenigingen. Maar wat betekent dat eigenlijk? 120 vandaag. Ja, collega Ernst Bergboer is eerst weer even aangeschoven. Hij zat vanmiddag bij een persmoment van de veiligheidsregio Twente van de GGD. Want die zijn toch weer doorgegaan. Hè? Nou ja, goed, uiteindelijk het positieve aantal testen gaat zeg maar in een soort van looping bijna omhoog. Dat is ook niet zo heel gek. Er is wel wat aan de hand. Maar wat precies, Ernst? Wat is nou vandaag de boventoon gevoerd in dat gesprek? Nou ja, het ging vooral over het enorme aantal... Dus een enorme stijging in het aantal nieuwe besmettingen. 300% toegenomen in de afgelopen week. Dat baart iedereen zorgen. Dat is vooral besmetting onder jongeren. In een leeftijdsgroep van 14 tot 24 hier in Twente. Als je naar Nederland kijkt, is dat van 15 tot 30, zeg maar, de jongere groep. Daar zit de piek, ja, ik zag het. Ja, dat is echt. Er is wel een lichte stijging in wat andere bevolkingsgroepen ook. Maar dat is toch echt, daar komt die enorme stijging vandaan. Mm-hmm. En dat is ook een groep die voor 80%, die heb ik het weer over de Twentse situatie, niet is gevaccineerd. Voor 90%. Maar gedeeltelijk, zou ik maar zeggen. Dus de overgrote deel van die groep is niet gevaccineerd. Omdat ze nog te jong zijn en de prik nog niet hebben gehad. Ja, ja precies. Of de noodzaak daarvan niet zien of wat dan ook. Die raken besmet. Daarom zie je dat vaccineren werkt. In de zin van, ja, als je wel laat vaccineren, ben je een stuk minder besmettelijk. Lijkt er toch op. Tegelijkertijd zie je, en dat is natuurlijk een beetje het rare beeld, dat de ziekenhuizen, ja, daar gebeurt eigenlijk niks. Daar is de bezetting gewoon laag. Het is niet zo dat die jongeren allemaal ernstig ziek worden in het ziekenhuis. Maar dat kwam altijd 2 weken later, toch? Dat zagen we dan vorig jaar. 5 dagen is heel vaak aangehouden. Weet je, dus we, nou ja, ik weet wel dat wij hebben hier op de redactie ook een gesprek over gehad, hè, van Aspen Valley. Een enorme toename. En daar was toen al sprake van. Maar er gebeurde ook toen nog niet zoveel in de ziekenhuizen. Dus we even afwachten. Maar het beeld nog steeds hetzelfde. Is dat er onder jongeren heel veel besmettingen zijn. Maar dat eigenlijk nauwelijks leidt tot serieuze ziekte. Ja. Dus je kan de besmettingscijfers stijgen. Als het gaat om de gezondheidscijfers, lijkt er nog niet heel veel aan de hand te zijn. Toch zien we dat een kabinet ingrijpt. En dat doen ze ook, omdat de veiligheidsregio Twente bijvoorbeeld zegt van jongens, doe er wat aan. Ja. Hebben ze daar wat is de gedachte daarachter? Nou, dat is toch een klein beetje diffuus, als ik heel eerlijk ben. Ik heb er wel over doorgevraagd. En dan eigenlijk wat je vooral hoort is de zorg om long-covid. Hè, dus dat ook jongeren long-covid kunnen krijgen. Dat blijkt ook wel uit het afgelopen jaar. Er zijn jongeren die ziek zijn geworden. En die 3 maanden nadat ze ziek zijn geworden nog steeds behoorlijk
behoorlijke klachten hebben. Long-covid is lange termijn maanden, covid, om het zo te zeggen. Dat je 3 maanden nadat je ziek bent nog steeds klachten hebt. Dan wordt het long-covid. Ja. Maar over de aantallen, zeg maar, om hoeveel jongeren dat gaat, is absoluut onduidelijkheid. Weten we niet. Dus ja, dat is wel een soort van risico. En je hoort nu ook wel de stemmen. Daar heb ik ook wel vragen over gesteld. Opgaan van ja, kijk. We hebben ooit zijn we begonnen met die maatregelen om 2 belangrijke redenen. De eerste reden was dat we wilden voorkomen dat kwetsbare mensen aan COVID ernstig ziek zouden worden, dan wel zouden overlijden. Een kwetsbare groep beschermen. Mm-hmm. En de tweede reden was voorkomen dat de zorg overbelast raakt. Ja, de ziekenhuiszorg niet. Ja, ja. Die kwetsbare groep is goed deels gevaccineerd. Waarvan we ook nog niet helemaal zeker weten of dat helemaal werkt en veilig is. Want er worden ze ook mensen met vaccinaties worden soms ziek, maar die zijn toch gevaccineerd. En de zorg loopt allesbehalve over op dit moment. Daar blijft het gewoon heel rustig. Dus er lijkt een soort verschuiving te hebben plaatsgevonden. Het lijkt wel alsof we ineens allemaal kwetsbaar zijn. Ja. Dus we moeten nu toch allemaal gevaccineerd worden. Maar de long-covid is daar het keyword wat nu gebruikt wordt als een soort van... Dat is eigenlijk het enige argument dat ik echt heb gehoord. Terwijl je tegelijkertijd zegt dat daar niet superveel over bekend is van hoeveel jongeren of mensen hebben daar überhaupt mee te maken. Ja, dus je voelt dat er een soort van onzekerheid is eigenlijk over de situatie. We weten niet wat de toekomst gaat brengen. Het kan natuurlijk nog zijn dat in de komende week of 2 weken de ziekenhuizen volstromen. Het lijkt er niet op dat het gaat gebeuren, maar je weet het niet. Gewoon aan de voorzichtige kant van het verhaal. Nou, het is een beetje alsof we het onzekere voor het onzekere nemen. Voor het nog onzekere. Ja, zoiets. Ja. Daar lijkt het een beetje op. En tegelijkertijd heeft dat forse impact op de maatschappij weer. En nu festivals die afgelast moeten worden met, en niet alleen vervelend voor festivalgangers, maar vooral heel heel naar voor de, niet alleen de organisatoren, maar die hele wereld eromheen, hè, van toeleveranciers en noem het allemaal maar op. Dus de effecten zijn enorm. En de vraag is een beetje of nu zo langzamerhand het middel niet erger wordt dan de kwaal. Dat zal ongeveer de discussie van de komende weken gaan worden. Ja, dat is lastig te peilen als je niet precies weet waar je mee te maken hebt. Altijd, hè? Ja. Ja. Dank, Ernst, voor je duiding van de onduidelijkheid. Ja, bij deze. Dat heb ik goed gedaan, man. Ja. Ja, straks hier het Twents kwartier, oftewel het Twents kwartierken. Ja, heb je een tip voor de redactie? Mail dan even naar info@120.nl. 120. Ja, eerder werd bekend dat de Tubanters de 4e vereniging in Enschede is geworden die invulling mag gaan geven aan het project Kracht van Verenigingen. Alleen door de coronamaatregelen was een officiële opening eerder nog niet mogelijk. Afgelopen donderdag was het wel zover. Wethouder Niels van den Berg die trapte symbolisch de eerste bal in het goal. En bij ons is verenigingsmanager van de voetbalclub de Tubanters. En dat is Henny Roerink. Henny, goedemiddag. Goeiedag. De Kracht van Verenigingen. Wat houdt het eigenlijk concreet in? Nou ja, daarmee wil de gemeente Enschede, want het is een initiatief van de gemeente Enschede, willen daarmee sportverenigingen de stad inzetten bij hun plannen om mensen uit de zorg te houden. En sinds de transitie van de zorg in 2015 van overheid naar de gemeente, is het dus zo dat de gemeente verantwoordelijk is voor mensen die op wat voor manier nog geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. En de gemeente wil nu verenigingen in gaan zetten om ervoor te zorgen dat die mensen uit die zorg wegblijven. En dat houdt in dat wijkteammedewerkers van de gemeente Enschede, die komen bij mensen achter de voordeur. Die constateren dat er iets aan de hand is. En als daar niets aan gedaan wordt, dan zien ze de dreiging dat die mensen naar de huisarts toe moeten. En vervolgens van de huisarts door worden verwezen naar de geestelijke gezondheidszorg. Ja. Door deze mensen overdag een prettige daginvulling te bieden bij bijvoorbeeld een sportvereniging, hopen we samen met de gemeente dat we die mensen uit die zorg weg kunnen houden. Ja, ja. Dus kortom, wij wijkteammedewerkers geven aan van luister, ik heb voor jou waarschijnlijk wel een heel leuk alternatief in plaats van de hele dag in huis zitten en daardoor depressief te raken. Waarom ga je niet met mij mee naar de sportvereniging? En samen met de sportvereniging gaan we er dan voor zorgen dat jij jou overdag prettig kunt voelen, iets leuks kunt doen en prettiger in je vel zit. Maar hoe bestaat dat? Die mensen die zitten nu dus, die doelgroep zit de hele dag thuis. Er is geen andere. Wat is nu de plek waar ze naartoe gaan? Nou ja, in heel veel gevallen zitten ze inderdaad thuis. En zijn zelf niet in staat om voor zichzelf een prettige daginvulling te gaan creëren. Zeg maar, vinden het lastig om bijvoorbeeld bij een sportvereniging naar binnen toe te stappen en zich aan te melden als vrijwilliger. Of naar een buurthuis te gaan om te aan te geven van ik ben op zoek naar overdag. Dat is voor heel veel mensen uit deze doelgroep is dat lastig. Maar hoe gaat het dan nu? Worden ze dan nu een soort van
goed bedoeld, gedwongen om bij jullie te komen? Nee, er zit absoluut geen dwang achter. Nee. De wijkteammedewerker van de gemeente Enschede komt bij mensen thuis. Die constateert dus van het zal voor jou goed zijn dat je overdag iets gaat doen. En kijk eens hier, bij de Turbanters hebben wij een scala aan activiteiten waar je overdag aan meer zou kunnen doen. Nou, als je zo'n man en vrouw nu gaat vertellen, ga maar naar de Turbanters, vraag maar naar Henny Roerink en dan komt het wel goed. Die drempel is veel te hoog. Ja. Daarom hebben we ook met de wijkteammedewerkers de afspraak dat de wijkteammedewerker met hun cliënt meekomt. Ja, in de eerste instantie of de hele tijd? Ja, in eerste instantie gaan ze samen komen met de wijkteam, met de deelnemer komen ze binnen. Mm-hmm. En dan blijft de wijkteammedewerker ook overdag bij ons in de clubhuis aanwezig. Ja. Wat voor activiteiten moet ik aan denken, Henny, wat jullie dan Dat is heel divers. Wij doen dit niet alleen als de Turbanters, dat wil ik wel even benadrukken. Wij hebben een hele rij aan partners die op dit moment al bij ons onder dak zitten. En samen met al onze partners bieden wij een scala aan activiteiten waar mensen overdag aan deel kunnen nemen. Mm-hmm. En dan kun je denken aan waar het gaat om onze vereniging, het assisteren bij onderhoud aan onze accommodatie. Maar je kunt ook denken als het gaat om Power Centrum Oost zit bijvoorbeeld bij ons onder dak. Daar kunnen mensen Nederlandse les volgen, computerles volgen, tekenles les volgen, schilderles volgen, Franse les, Arabische les, mm-hmm. fietsles zelfs. Mm-hmm. Daar zit een soort formulier in brigade. Op het moment dat mensen niet meer uit hun belastingformulier komen, kun je bij de mensen van Power terecht en die helpen je. Ja. Wij hebben een fysiotherapiepraktijk onder onze taak, Weerfit, die zorgt voor een beweegaanbod voor onze deelnemers. We hebben een lifestyle coach, Bewust for Life van Sylvia Gerdes. Die helpt mensen bij bewegen, voeding, hoe kom ik gezond mijn leven door. Mm-hmm. Is dat allemaal om niet? Of zeg maar, hoe wordt dat? Want uiteindelijk de gemeente levert dit wel wat op. Als dit werkt, hè, en ik kan me dat voorstellen, dat mensen wat in de bewoonde wereld komen, dat ze niet in die langdurige GGZ-zorg terechtkomen bijvoorbeeld, dan hebben ze wat geld over misschien. Krijgen jullie daar wat van? Exact. Nou, uit dat geld, uit die besparing krijgen wij als vereniging samen met onze partners krijgen we een subsidie over 3 jaar. En dan blijft er onder de streep, zijn er alleen maar winnaars. Het belangrijkste, de mensen die bij ons komen, dus de wijkbewoners, die zitten prettig in hun vel en blijven gezond. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Daarnaast is er voor de vereniging is dit ook een heel belangrijk project in alle opzichten, omdat we ons sociaal-maatschappelijk in de wijk echt op de kaart zetten. En ja, niet te vergeten, financieel is het voor de vereniging ook interessant, omdat wij nu overdag onze accommodatie kunnen verhuren, als het ware, aan het project. Zijn er ook risico's aan verbonden voor de vereniging? Want je levert daar manuren voor, denk ik, ook om dit project te begeleiden. Ja. Die moeten wel betaald worden. Dat kan uit de subsidie, maar ik weet niet in hoeverre hoe die afspraken zijn. Nee. Wij lopen in ieder geval de komende 3 jaar daar geen risico. Dat is allemaal dichtgetimmerd. We hebben verschillende bronnen van inkomsten. De subsidies is er daar eentje van. Maar ook alle partijen die ik zojuist noemde, die huren een ruimte bij ons in het gebouw. Die huur komt er ook nog eens een keer bij op. Dus daar zitten geen financiële risico's. Krijg je dan per persoon dat je begeleidt die bij jullie komt, krijg je daar een vergoeding voor? Zo werkt het niet helemaal. Wat wel het geval is, dat wij moeten registreren wie komt er nu bij ons. En wat had het normaal gekost op het moment dat deze meneer of mevrouw in de zorg was terechtgekomen. Mm-hmm. Dan kun je aan die zorg hangt natuurlijk een kassabonnetje. Mm-hmm. Wij houden ze uit de zorg. Ja. En daar zit een verschil tussen. En dat verschil is de besparing. Dus om mijn verhaal van zojuist even af te maken, we kregen het eind van het liedje, dus alleen maar winnaars. De gemeente Enschede is blij, omdat het de kassabonnetje voor de zorg lager uitvalt. De vereniging is blij omdat zij sociaal-maatschappelijk op de kaart staan en daar iets aan overhouden. En het belangrijkste, de wijkbewoner is blij omdat hij of zij een hele prettige dag invulling kan volgen bij ons. Stel nou, het is nu coronatijd. Er zitten misschien meer mensen dan gemiddeld. Dat is even natte vingerwerk, dat weet ik niet. Maar die wat last hebben van psychische klachten. Stel nou dat het aantal mensen wat bij jullie een beroep doet op jullie dagbestedingszorg, zo noem ik het dan maar even, heel groot wordt. Mm-hmm. Wordt dat dan ook allemaal gewoon vanuit de gemeente gesubsidieerd? Kijk, er zit in principe, als je kijkt naar het verdienmodel, dan moeten wij per jaar 12 mensen uit die zorg weg kunnen houden. Op dat moment zou het kassabonnetje of de berekening, de begroting, zou dan kloppen, zeg maar. Maar het is niet zo dat op het moment dat 13 of 14 of 15 bij ons aanklopt, dat we die gaan weigeren en zeggen van ja, we zitten al vol, absoluut niet. Mm-hmm. Bij ons wordt niemand de deur gewezen. Als je het hebt over coronamaatregelen, moeten wij ons daar ook uiteraard aan houden. Bij ons binnen komen maximaal aantal mensen naar binnen. Nee, precies, maar dan is er een scenario
scenario mogelijk waarin er zoveel mensen beroep doen op jullie zorg? Ja, dat je die ook graag wil leveren, is echt weer, we gaan ze niet de deur wijzen. Nee. Maar dan heb je dan ook altijd de middelen voor? Ja, want, nou of ja. krijg je een vastgezet tarief, zeg ja, maar? Ja, maar wij moeten per kwartaal moeten wij evalueren en moeten wij ook ons verantwoorden. En op het moment dat het deelnemersaantal desdanige vormen aanneemt, dat we zeggen van luister, met deze budgetten en met deze begroting komen we niet meer weg, omdat er meer uren enzovoort ingezet, dan is dat bespreekbaar. Andersom ook. Ja. Als blijkt dat wij in plaats van die 12 over 2 jaar nog maar 3 mensen binnen hebben gehad, dan zegt de gemeente wel van luister beste vrienden, jullie hebben subsidie gehad op basis van dit aantal, maar jullie gaan niet halen, we willen de rest van het geld graag terug. Doe je ook een beroep op voetballers, zeg maar, die bij jullie gewoon de leden van jullie club, zeg maar, in hoeverre krijgen die te maken met dit project? Zeker. Als je praat over assistentie voor onderhoud en beheer aan onze accommodatie, we hebben een best grote ploeg aan vrijwilligers die dat op dit moment voor ons doen. En de nieuwe mensen uit de wijk die daar graag in mee willen doen, die gaan gewoon met die groep meelopen. Dus we gaan mensen niet apart in een hokje zetten of apart in een hoekje zetten. Ze worden gewoon, dat is in ieder geval streven. Ze worden een onderdeel van de vereniging. En, ja. Want je hebt bijvoorbeeld nu bij clubs als, ik zag een aankondiging bij Emos, waarin ze heel erg de hulpkrachten eigenlijk tekortkomen. Kan ik zomaar, als ik bij de Tebanten zit, zomaar een oproep krijgen van je moet vandaag daar staan? Of is dat gewoon vrij? Nee, je moet helemaal niks. De wijkteammedewerker komt bij de mensen thuis en die constateren dus dat een bepaalde problematiek is. Een oplossing voor die meneer of mevrouw zou kunnen zijn om naar de Tubantes te gaan. Als die meneer of mevrouw zegt van dat vind ik helemaal niks, ik heb niks met voetbalverenigingen of ik wil daar niet naartoe, dan is het klaar in het verhaal. Dus het is alleen maar voor mensen die het willen en die het ook een kans willen geven. Klinkt als een mooi project, Henny. Ja, daar zijn we ook erg trots op. Wat is over het algemeen de reactie van de leden van Tubantes? Alleen maar positief. Ja? Ja, ja. Ja, want die zeggen ook van ja, wij willen niet meer de club zijn die alleen maar 2 trainingen en een wedstrijdje op zondag organiseert. Wij willen veel meer voor de middenmensen en voor de wijken betekenen. En nou, 24/7 zijn er straks ook mensen bij de club. Maar dat is nu al zo. Dat is nu al zo. Onze club is al jarenlang 7 dagen per week van 8:00 tot 12:00 open. Ja, ja. Ja, dus dat verandert niet. Het wordt nog meer een buurthuis dan het al was. Absoluut. Ja. Absoluut. Hoe lang gaat het precies duren? 3 minimaal jaar? Minimaal 3 jaar. 3 jaar? Wij zetten in op veel langer. En wanneer gaat het beginnen? Het is officieel in mei begonnen. De opening moest iets op zich laten wachten in verband met de coronamaatregelen. Nou ja, nu is de vakantieperiode, komt er natuurlijk even een beetje tussendoor. Dus wij verwachten dat zometeen na de vakantie september het echt de wijkteammedewerkers met mensen aan de hand bij ons het clubhuis binnen gaan lopen. Succes. Dank. Met de actie. Graag. Henny Roering. 120. 120 vandaag. Niels. Ja, terwijl wij even doen Henny. Want het is namelijk tijd voor het Twentskwartier. Mooi, zeg je op de melodie ook. Ja, jij hebt naar de Piratenzender geluisterd, of niet? Ik ga meteen mee in die jazzy mood. En dat is ook wel even lekker. Het is weer een. Het is de 1 na laatste voor de zomerstop. Hè? Zullen we daar even bij stilstaan? Vondelwek is toch ook niet meer? Hoor. Nee, dit is de laatste voor de zomerstop. Nee hoor, het is de laatste Twentskwartier, maar het is de ene laatste uitzending. Dat is wel waar. Dat is wel waar, ja. Okay. We gaan een kwartier stoppen in 9 minuten, Adrie. Oh, dat lukt wel. Ja. En anders, dan gaan we gewoon verder met het feestje. Ik heb de woorden al voor staan, ik heb er zin aan. Ja. Want we hebben natuurlijk vorige week, toen ik er niet was, ik zat met mijn verstandskies, die getrokken werd thuis. Dus vorige week 4 woorden gehad. Ja. En Adrie, neem ons er even mee. Nou, dat doet niet. Dat was piskieker. En dat was een uroloog. Vind ik ja, prachtig. Ja, mooi woord, hè. Lauwmaans, dat was van looimaans. Dat was altijd januari. Dan werd het leer gelooid door middel van urine. Daar had het mee te maken natuurlijk. Ja, de pispot, hè. Zichzelf. En dan hadden we drost. En dat was een hoogmoedig type. En dat te maken met meneer Lodewijk natuurlijk, hè. Ja, precies, ja. En de drosten waren een soort van de graven van weleer of zo. Ja, een beetje altijd op paard, hè. Hoog gezeten. Ja, precies, ja. Ja. En het woord van de week. Ja, wat was dat ook alweer? Oh, Nijmoord. Ja, het staat gewoon achter mij, hoor. Ik zit er een beetje voor, hè. Nee, maar geef niet. Ja, Julian, je ziet dat niet, maar af en toe valt het weg en dan is het er weer. Zeg maar, het is weer houtje-toutje radio vandaag. Van Julian is heel constant, hè. Ja. Hij is heel stabiel. Constant groot. Nee.
Ik ga heel even gewoon om ons heen kijken. Wat vinden wij nou? Want volgens mij, de mensen op de stream zien de video's niet direct. Gaan we de video Nee, zien ze wel. Zien ze wel? Nou, dan gaan we het gewoon doen. We hebben een video, nieuwe video van Ernst, die het nieuwe onderwerp gaat inluiden, waar zo meteen de quiz weer over gaat. En dit keer is het onderwerp de plaat Noordhof. Edwin. Ja, we staan hier prachtig boven op het dak van het Janningscomplex. Ja, we hebben een heel uitgebreid depot, hè? Ja, nu overdrijf je het een klein beetje. Ja. Het was een aardige kruip door sluipdoor, door houten kap. Het is een prachtig pand eigenlijk. Ja. En de waterreservoir voor de sprinklerinstallatie, die was er nog, hè? Ja, Janningscomplex, want dat was vroeger onderdeel van de textielindustrie, maar wat gebeurde hier precies? Het was een spinnerij. Spinnerij, gebouwd in 1900. Ja. Eigenlijk een fabriek die je kon bestellen in de catalogus. Dus die bestel je in Engeland, catalogus. Die je kon bestellen in de catalogus? Ja, kreeg je erbij. Ja. Dus je had gewoon een catalogus en dan kon je zeggen, ik heb die verplicht. Ja. Dus dit model fabriek, die kun je op meer plekken nog vinden. Met name in Engeland en zo. Ja. Dat is echt een bepaald type. Ja. En 1900 gebouwd, was een spinnerij. Hè, dus van katoenbalen kwamen aan de ene kant binnen, aan de andere kant kwam de garen kwam eruit. Ja. En in 1910 is hier nog een etage opgezet. Want daar hebben ze de bovenste etage een sterkerij gemaakt. Dat is voor de horizontale draden van de Deventer. Een sterkerij? Een sterkerij, daar gaan eigenlijk als de garens klaar zijn, gaan ze nog door een aardappelzetmeelpapje. Dan worden ze iets sterker gemaakt. En dat is voor de horizontale draden van de weefgetouw. Dat gebeurde hier? Dat gebeurde op de... Ja, als je hier zo naar beneden kijkt, die etage hierboven. Ja. En daar had je ook wat grotere pijpen nog uit, want die aardappel werd gewoon gekookt, die zetmeel. Ja. En dat had je hier ook flink wat rook uit. Echt een van de paar historische panden, hè, die me toen herinneren aan het textielverleden. Markant pand. Ja. Schoorsteen, hier werd natuurlijk kolen gestookt. Ja, precies. Enorme zwarte rookpluim, brakend waarschijnlijk. Ja. Ja, maar totaal... En toen een van de vele, vele fabrieken. Want waar, nou ja, dat is een beetje misschien het bruggetje, want waarom staan we hier? Nou, ik begreep trouwens dat de Van Rossums hier ook hadden moeten staan. ja, dat klopt. Die hadden hier moeten staan, maar alles was in kan en kruiken. En toen zei ze, nou, die trap, nee, die gaan we niet omhoog. Ik kan me daar van alles bij voorstellen. Het is bijna niet te doen ook. Ja. Nee. Op exact de plek waar wij nu staan, in 1916... He, dus nou, iets meer dan 100 jaar geleden, stond hier de schilder Heijenbrock. Ja, een beroemde industrieschilder. Veel musea hebben werk van hem. Wij hebben ook één echt werk van hem. Okay. Maar hij was echt een beetje depri-landschappen. Hij was ook socialist. Hè, dus zware leven van de arbeider gaf hij weer. Ging ook graag naar de Vlaamse... Politieke lading. Ja, precies. Ja, de Vlaamse mijnstreek, Roergebied, ging hij graag om daar te tekenen en te schilderen. Maar toen was de Eerste Wereldoorlog, kon hij niet naar die troosteloze landschappen in Roergebied en België. En toen kreeg hij een opdracht van Noordhof, dus uitgever van educatieve materialen, dus ook schoolplaten, om naar Enschede te gaan om daar een schoolplaat te maken van een fabriekstad. En toen koos hij deze plek uit, fabriek van Jannik, dit plateautje waar we nu staan, om die schoolplaat te maken. Hey, dat ook niet zo gek, kan ik me voorstellen. Enschede was natuurlijk toch wel de fabriekstad in Nederland op dat moment. Het was tweede van de wereld. Ja. Want je moet je voorstellen, hiervoor liep een spoorlijn. Ja. En die ging, station Enschede-Zuid had je hier. En die ging zo richting Ahaus. En Ahaus was weer verbonden met het Roergebied. En vanuit daar werd de kolen aangevoerd. Ja, en langs die spoorlijn, daar had je dan vaak die fabrieken. Dus die stad had een volstrekt ander aanzien. Ja, volkomen. Ja. Hey, en op deze plek is deze plaat geschilderd. Ja, kunnen we even omhoog... Even zo houden. Ja. Wat zien we hier? Ja, dat is echt een industriestad. Eén groot woud aan schoorsteen. Echt, het is één en al vieze lucht. Ja, Nee. En een woud van, ja, als je nu hebt over fijnstof en zo. Ja. Dit was echt gruwelijk natuurlijk om hierin te leven. Ja. Eén woud van schoorstenen. Hiervoor loopt die spoorlijn naar Ahaus, hè, dus hier een stationnetje. Ja. Naar beneden toe. Hier een kerk? Ja, die kerk, dat is een gereformeerde kerk, die heb je hiervoor. Ja, en hier heb je de grote kerk. Je had toen nog een ander soort spits, hè, 1916. Het is echt een andere spits, ja. Ja. Maar dit is wel de grote kerk. Ja. Oké. Okay. Hey, en dan hebben we hier de watertoren, maar die is denk ik volgens mij aan het zicht onttrokken. Dus nou ja, dat is sowieso als je hier kijkt. Voor, ja. Dat zal de watertoren zijn. Ja, precies. En dan heb je hier
Ik denk de Sint Paulus. Ja. Aan de Oldenzaalse straat. Ja. Ja, dat zijn de aanknopingspunten die nog zijn. Hè? Die kerk, oh, ja, de kerkjes. En voor de rest is er gewoon helemaal niks meer. Ja, wat er 100 jaar wat dat dan veranderd is. Hè? Ja, 100 jaar is natuurlijk ook wel net. Hè? Ja, ja. Je bent ook veranderd in 50 jaar. Nou, ja. Ja, dat valt mee. Ik heb altijd zo uitgezien. Als je dan naar de stad kijkt, probeert voorstelling te maken van hoe dat dan, hè, zeg bijna 100 jaar geleden, ja. Ja, 100 jaar geleden was. Ja, is verstrekt veranderd. Je kan het je bijna niet meer voorstellen van hoe het leven toen was. Te gek. Ja, hè? Ik zou zeggen, zet die plaat daar neer of zo. Weet je wel, maak het als een soort van alsof je op een uitzichtpunt staat met allemaal bergen. Dan heb je dat ook toch, zo'n soort plaat. En dan weet je een beetje hoe dat vroeger was. Ja, dat was vroeger bijzonder, hè? Met heel veel schoorsteenpijpen en roken. Ik wil zeggen, het lijkt alsof de hele stad in brand staat. Vroeger was alles mooier, hè? Ja, nou, dat weet ik niet. Ja, ik misschien wel, maar... Adrie, je hebt een quiz voor ons met 3 Twentse woorden. Waarvan telkens wij 3 mogelijke betekenissen krijgen. En wij moeten gokken of redeneren wat de goede is. Het eerste woord is... Het is een holwursken. Ja. Ja, nou, wat is dat dan nu? Ja, is dat een lunchpauze? Een hol is een beetje een haalworstje. Is het een sausijzenbroodje? Nee. Of zal het een rookworstje weer? Ja, ik heb de woorden erin gezet. Ja, dus, oké, jij weet het. Ja. Ik ga gewoon redeneren en mijn gevoel zegt inderdaad dat ik vind lunchpauze wel een mooie. Omdat het een soort van worstje is waar je even haalt. Ik ga even een holworstje halen. Ja. En het heeft natuurlijk met die fabrieksarbeiders te maken die even een lunchpauze hadden. Ja, ik weet trouwens niet of ze een lunchpauze hadden, want je hoort wel eens bizarre verhalen. Dat hadden ze. Ja. Dus het is nog zo'n schaft. Dus ik ga voor A, lunchpauze. Vullen wij in antwoord nummer A, Niels. Ik zou heel graag mee willen raden, maar ik weet woorden al. Want dan kan Adrie jou namelijk gaan vertellen, terwijl wij antwoord A invullen, dat antwoord... Dat is niet goed. Ja, dat is niet goed. Nee. Dit is C. Maar die lijkt veel te veel op dat woord. Dus dat is maar helemaal... het komt, dat is van de hal, dat is van de haal boven het vuur, van het roken van een worstje. De haal boven het vuur? Ja, je hebt een haal. Ik ben van 1990, hè? Ja, dat weet ik wel, maar een beetje algemene kennis eigenlijk toch waar Je wordt nu gewoon dom genoemd eigenlijk. Zover reikt die algemene kennis. Nee, niet dom. Dom is wat anders. Het is misschien niet... Slecht ingelicht. Van deze tijd ben je daar misschien. Op YouTube wordt mij ook regelmatig verweten dat ik slecht geïnformeerd ben. Dus dat klopt helemaal. Vind journalist is dat wel heel vervelend. Moet ik stoppen met die comments plaatsen dan, Niels? Woordje 2. Ja, woordje 2. Nou, dat is ook mooi. Smutsel. Nou, wat zal dat nou weer? Dat is toch een geweldig leuk woord, hè? Smutsel. En ook zo aan het eind van de avond. Nou, smutsel, hartseflat, wat zal het weer? Is het smeerolie? Of is het roet? Hè? Roet in het eten gooien? Ja. Of is het een veiligheidshelm? Veiligheidshelm vind ik wel heel raar, een smutsel. Als die is, dan eet smutsel. Dan eet jij een veiligheidshelm op. Dat vind ik... Maar ik een ul is ule of zo. Ja. Was ook iets met olie, dus smutsel. Smeerolie vind ik dan nog wel aardig voor zo'n fabriek. Maar ik zie hier aan de rechterkant zie ik iemand heel hard neeschudden. En toch ga ik het doen, smeerolie. Ik ga voor 100 punten de boot in als vullen het goed is. Smeerolie. Vullen wij in antwoord nummer A, Niels. Ga je de boot in of ga je niet de boot in? Adrie, verlos ons. Ik ga de boot in, ik kan er niks aan doen. Waarom? Ja, het is roet. En dat heeft te maken met die schoorsteenpiep natuurlijk. Met al dat. Vroeger op koolstokkers natuurlijk. Hè? Ja. Zwarte roet. En dat was natuurlijk heel smerig. En dan kreeg je smutselroet. Ja, maar dat verklaart toch niks over dat woord smutsel? Waarom is smutsel nou ineens roet? Dat kan ik ook niet vertellen. Van smeersel, denk ik, of zoiets dergelijks. Maar smeerolie was niet het goede antwoord. Nee, dat was niet goed. Ik vind dat ik om de tuin ben geleid. Maar goed, ik heb ook nooit gezegd dat ik dat niet zal doen. Nee, dat klopt. Nee. Het moet het toch met onderwerp te maken. Woord 3. Ja, maar smeerolie heeft toch ook met machines te maken? Woord 3. Ja, dat is waar, Puntburn. Ja, wat zal dat weer? Is dat 1? Is dat scoren? Maar zoals we in Twente zeggen, scoren met dubbel O. Nee, staat maar 1 O. Of is het een schoolrapport? Een schoolrapport, ja. Met dubbel O. Of is het tariefarbeid? Dus op stuk werken, hè? Weet je dat je punten moet scoren? Dat kan natuurlijk in de fabriek. Dat zal ook nog kunnen.
Dus zeg maar, ik heb wasfabriek gewerkt, ja. Hier op de Bolhaar. De handdoeken van de ziekenhuizen, zeg maar, die moet je dan op een mangel leggen. Ja. En hoe meer handdoekjes ik dan zou leggen, hoe meer ik verdien. Ja, dat is tariefarbeid, ja. Die moet het zijn, punt, beuk. Dat is ook mooi. Dat die arbeiders allemaal gewoon keihard van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zoveel mogelijk punten aan het beuken waren. Ja. Dus ik ga voor tariefarbeid. Niels, dat vullen wij in. Ga je voor 100% de boot in? Of ga je jezelf nog redden? Vullen wij in antwoord nummer C, Niels. Niels, het is echt voor 100% fout dit keer. Ik vind het echt wel jammer, want het is een schoolrapport. Beuken is een boekje. Ja. Je krijgt hier allemaal tips nog, Niels. We zijn gewoon kwaad op jou. Moet je luisteren, die poster was van Noordhof. Oké. Maar in my defense, tariefarbeid is wat die mensen in die fabrieken misschien wel deden soms. Niels, je hebt nu 3 fout van de 3. Hoe zou dat staan op jouw schoolrapport? Ja, dat kan er prima naast. Dat vind ik even stil. Nee, maar voor de rest, je hebt heel vaak wel wat gehoord. Dus ik maak me niet zoveel zorgen. Echt niet. Nee, ik ben eigenlijk wel een hele ijverige leerling. Ja, dat bedoel ik maar. Ik had u anders. Zo leven je dus allemaal bar slechte leerlingen af. Nee, Molly, ik had een sticker willen geven. Maar ja, je hebt nu toevallig niet gescoord. Ik heb nog 1 kans. Oh ja, natuurlijk. Het woord van de week. Het woord van de week. Ja. Eline, kom er maar in. Een nieuw Twents woord van de week. We gaan de straat op met het woord beteun. Zou het schaars, verdrietig of beplanting betekenen? Ik ben benieuwd of de mensen het hier weten. We zoeken naar de betekenis van het woord beteun. Weten jullie wat dat betekent? Ik zou bezig. Vind je het echt? Ik zou ook bezig. Jij ook? Mm-hmm. En waarom ga je voor B? Ja, het klinkt een beetje als betreuren. Waarom? Betreuren. Ja, dat dacht ik ook eigenlijk. Geen idee, ik kom uit de Achterhoek en niet uit Twente. In de Achterhoek kent u het woord beteun niet? Nee. Als u een gokje zou moeten wagen? Beplanting. Beplanting, ja. Jij? Verdrietig. Het is beteun. Het is zo zielig. Ik weet niet waarom. Beteun, ja, dat is dus zuinig aan. Dus schaars. U kent het woord? Ik ken het woord wel, ja. Spreekt u een beetje een woordje Twents? Heel veel, ja. En we zoeken de betekenis van het woord beteun. Kent u dat woord? Nee, nooit van gehoord. Beteun. Ja, ik gok gewoon op C. Maar dat doe ik in verband met de 2 eerste letters. Beplanting, beteun. Beteun, ja. Beteun. 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 Ik heb geen flauw idee, joh. Spreekt u Twents? Ja, wel een beetje. Maar beteun? Ja, het kan schaars, verdrietig of beplanting betekenen. Nou, we zullen ervan maken, Herion. Wat denk jij? Beplanting. Beplanting. Je gaat ook voor beplanting? Ja, ik ga helemaal met hem mee. We zoeken naar de betekenis van het woord beteun. Heeft u enig idee wat het kan betekenen? Poeh, moet ik even nadenken? Ik kom mij niet bekend voor, maar ik zou zeggen beteun. Dat zal het inderdaad verdrietig zijn, denk ik. Heeft u enig idee wat het kan betekenen? Beteun. Ik heb geen idee. Sorry. Spreekt geen Twents? Nee. Een beetje? Beteun. Ja, ik denk schaars. Verdrietig. Verdrietig? Ja, ik weet niet. Puur, en u, meneer, wat denkt u? Verdrietig. U gaat met hem mee? Ja, denk ik wel. We zoeken naar de betekenis van het woord beteun. Weet u wat dat betekent? Zuinig. Zuinig. En ja, die staat er niet helemaal tussen, maar als u dan zo moet... Schaars is zo. Schaars, ja. U kent het woord? Beteun, ja, uit van vroeger. U spreekt zelf ook goed woord. Twents, ja. Nou. Ik ben hier geboren, ja, in het dorp, Dierenkamp. Verdrietig? Pure gok? Of, Ja, ik heb echt geen idee. Ja? Denken jullie te weten wat het betekent? Yes, beteun. Volgens mij heb ik alle 3 de mogelijkheden ongeveer evenveel gehoord. Dus jij een lastige deze week. Wat denk jij dat het betekent? Wat denk jij dat het betekent? Ja, ik ga mee met mijn dierbare mede-Twentenaren die iets op leeftijd zijn. Die kwamen, ja, de meesten die daar voorbij kwamen, die zeiden vrij stellig... Het betekent zuinig, oftewel schaars, beteun. Dat zou ik ook zeggen, denk ik. Antwoord A. Is dat goed? Ja, je hebt helemaal gelijk. Nou, dan doe ik het toch nog 1 keer, Niels. Mag jij het nog 1 keer doen? Geheel uit mezelf. 3, 2. Hey, en waarom betekent dit... Ja, het zit niet in het woordenboek wat vandaan komt. Maar het betekent eigenlijk ook wel dat het dan ook duur is. Iets wat duur is, het heeft ook een associatie met dat het iets duur is. Omdat het schaars is. Dus het werd wel op meerdere manieren gebruikt. Maar, ja, precies, Maar ik heb het niet zo heel vaak nog gehoord. Hoor. Ook die bij mijn grootouders niet en mijn vijmoni. Die zijn het niet zo vaak. Maar het is wel iets wat in de
Ja, in het woordboek steeds. Beteun, schaars. Ja. Julian, ja? Speciaal voor jou. Su. Dankjewel. Ja, Arie, je moet er doorheen broezen, hè? Want ja. Dat is ook goed. Dankjewel, Arie. Ja, geen dank. Tot over ver weg. Ja, want tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. En vanavond 8, 10, 12, 102 uur op televisie. Zometeen hier Henk Ketting met een gloednieuwe kettenreactie. Wij zeggen veel plezier. En morgen de allerlaatste voor de zomerstop. Veel plezier. 120. Weet wat er speelt in 120.